Ik ben er wel van overtuigd dat het een goede investering is geweest. We zijn vandaag bij de familie Harbers in Bargen-Compasquum. Het is nog Nederland, maar op de achtergrond zie ik Duitsland al liggen. En op deze plek heeft Johan Harbers met zijn familie in 2014 een nieuw bedrijf gebouwd. Compleet met allerlei soorten lelieapparatuur, waaronder andere ook de Vector. Ik ben heel erg benieuwd wat het verhaal van Johan is en hoe hij zijn 120 koeien melkt. Kijk, jij bent vast Johan, Jan-Erik Horevaar. Johan Harbers, inderdaad. Je bent hier in 2014 terechtgekomen. Ja, op mijn oude locatie moest ik weg voor Natura 2000. En hebben we hier een akkerbouwbedrijf gevonden. En dat hebben we omgetoverd tot melkveebedrijf. Omgetoverd. Nou, ik ben benieuwd wat je getoverd hebt. Zullen we eens gaan kijken? Hier melken we met 2 A4's. Op mijn oude locatie melken we met 2 A2's. Oh, dus je was al echt een robotmelker daarvoor? Ja. En je koos toen uiteindelijk ook voor de Vector. Ja. Wilde je gelijk al die Vector toen je ging verkassen naar deze plek? Ja, tijdens het bouwen hebben we keuzes gemaakt van automatisch voeren. Nou, en toen kwam ook de Vector in beeld. En we hebben de stal ook zo gemaakt dat die voor Vector geschikt is. Dus ik hoef geen breed voerpad om er met een trekker over te rijden. Nee, dus, dat scheelt alweer in het beton? Ja, 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 dat scheelt in bouwkosten waarmee het eerste begin van de Vector betaald is. Ja, en wat was je overweging om die Vector dan te kopen? Ik wilde graag gemengd voeren en niet iedere dag hoeven voeren. Nou, en dan is een automatisch voersysteem, dan kom je bij die keuze terecht. Als je zakelijk naar de investering kijkt, kan zo'n Vector dan uit, Johan? Ja, dat is een moeilijke vraag. De investering van alleen in de Vector is in ieder geval goedkoper dan een mengwagen met een shovel om hem te vullen. En wat gaf de doorslag om het op deze manier te doen? Het gaf vooral de vrijheid dat ik niet iedere dag hoef te voeren. Dus dat is één. En twee is, dit systeem kan meerdere rantsoenen voeren en kleinere porties. Hoe pakt dat dan uit in de praktijk? Nou, ik laat hem verschillende rantsoenen draaien en die uitgebalanceerd op, vooral op eiwit, omdat eiwit de duurste component is. En als je naar het totaal kijkt van je bedrijf, wat voor eiwitpercentage zit er dan? En dan kom ik op, in de bags kom ik op 15,2. Hey, en wat zie je dan nog meer aan je koeien? Ja, dat ze het gemakkelijk kunnen doen. Ze zitten lekker in hun vel. Ja, en de conditiescore die blijft gewoon voldoende. Ik mag soms wel oppassen dat ze niet te hard gaan groeien. Als je kijkt naar de resultaten van de Vector voor jezelf, wat zou je dan zeggen? Lichamelijk geeft de Vector mij een stuk arbeidsverlichting. 1 keer per 5 dagen die voerkeuken vullen, maar ja. Dan moet je nog alle storingen nalopen natuurlijk. Ja, iedere automatisering heeft storing. En, maar ja, dat is... minimaal bij de Vector. Hoeveel heb je er dan? Los van dat de voerkeuken niet gevuld is, want dat is mijn eigen schuld. Nou, dan denk ik dat het 1 keer per maand is. 1 keer per maand? En hoe vaak moet Lely erbij komen om je uit de brand te helpen? Ik denk 1 keer per jaar. Je weet nog wel wie het zijn. Ja, klopt. Ze stelden zich netjes voor. Zijn er ook nog nadelen aan de Vector? Waarvan je zegt, nou, dat had ik niet verwacht toen ik ermee ging draaien. De Vector werkt het best met heel kort gesneden producten. Ja, je moet eigenlijk alle keulen moet je wel hakselen. Nou ja, dat kun je nadeel noemen aan de Vector. Voor het conserveringsproces vind ik hakselen gewoon de beste keuze. Ja, dus het is geen nadeel voor jou, maar het is wel iets waar je rekening mee moet houden. Ja. En je combineert de Vector met weidegang. Hoe doe je dat? Hoe doe ik dat? Je wil de koeien de wei in hebben, dus dat ze gras op gaan nemen. Nou, dan moeten ze niet met een volle buik naar buiten gaan. Nee. Dus je zet de Vector op een voerpauze. Vanaf 4 uur 's nachts begint hij, dan stopt hij met voeren. Mm-hmm. Nou, dan kun je de koeien die op stal zijn, die maken dan de restjes op. Dan gaan ze de wei in. Nou, de koeien komen weer terug in de stal om 3 uur. Yeah. Nou, en de voerpauze die eindigt om 2 uur. Ja. Yeah. En dus wanneer ze dan weer op stal komen, dan ligt er een vers portie voer voor het voerrek. Zou je mij zo'n Vector ook aanraden? Ja, gelijk vandaag. Ja, waarom dan? Ik denk dat het in arbeidsverlichting een heleboel gedaan heeft voor mij. En ik ben er wel van overtuigd dat het een goede investering is geweest.
We waren vandaag bij de familie Harbers in Bargen-Kompaskum. En bij het ontwerpen van de stal hebben ze volle bak rekening gehouden met automatisering. Melken, maar ook voeren. Gericht op arbeidsbesparing. En dat is iets wat Johan echt haalt. Een super factorbedrijf.